misschien een paar, maar ik ben er niet echt gek op. Dus nee, ik eet ze eigenlijk liever niet als wel. En appelbonjeet? Ja, daar zou ik dan misschien nog wel eentje van willen eten, maar niet dat ik zeg van lekker hoor. Okay. Nee, ik ben er niet gek op. Heeft u toevallig naar Eva Jinek gekeken gisteravond? Nee, ik kijk helemaal geen voetbal of wat dan ook dus. Ja, Jinek, dat is een praatprogramma. Oh nee, daar hou ik al helemaal niet van. Daar hou ik al helemaal niet van. Nee, ik hou helemaal niet van. En daar, daar hebben ze de hele oliebollentest van het AD helemaal op de schop gegooid, zeg maar. Dat het op momentopnames zijn dat het niks voorstelt. Oké, ja, nou ja, wat ik al zeg, ik hou helemaal niet van praatprogramma's dus. Oké. Nou, dan kunnen we maar beter stoppen. Ja, hè? Nee, dus nee, dat is niks voor mij wat dat betreft. Okay. Ik wens u een prettige feestdagen. Nou, ik u ook. Bedankt. Ik wil u even vragen. Gisteravond was Eva Jinek op tv. Heeft u dat gezien? Nee, toevallig niet. Waar het over ging was dat de AD oliebollentest, die werd daar helemaal af tot de grond toe gelijk gemaakt. Wat vindt u daarvan? Ja, ik kan wel begrijpen dat mensen die helemaal met het product bezig zijn en wie afgekraakt worden, dat die daar wel van in de put raken. Dat kan ik wel begrijpen. Wat heeft u daarvoor gedachten over? Ja, ieder zijn smaak is anders. Laat iedereen zijn eigen keuze bepalen eigenlijk. Maar als ik nou zeg momentopname, dat spreekt u wel aan dat je zegt van ja. Ja. Ik maak het altijd hetzelfde het beslag en de ene keer heb ik een 7,5, dan een 7 en dan een 6 en dit jaar een 8,5. Ja, vertel het mij, ik doe het altijd hetzelfde. Oké, dus in uw gevoel doet u niks anders voor dat betere cijfer? Ik doe niks anders voor een beter cijfer, ik doe alles hetzelfde. Dat, En dat mag dan ook een keer gezegd worden? Ja. Ja. Nog een vraag aan u. Hoe lang worden er al oliebollen gegeten met oud en nieuw? Nou, ik denk dat al meer dan 50 jaar is. Kijken, wanneer is dat? Ik heb daar nog dat is al langer dan 50 jaar geleden. Dat is een foto van mijn opa en oma. Dus, Zolang als we kunnen heugen, hoort dat erbij. Ja. En bent u tevreden over de verkoop tot dusver? Ja, ja. Blijft toch echt een Hollands product en wat ook gebonden is aan aan vuurwerk, aan oudjaar en Nou komen de meeste oliebollenkramen, die komen zo'n beetje in november al. Ja. Wordt er dan al genoeg verkocht om het rendabel te laten zijn? Nou ja, wij zijn ondernemers en wij willen niet stilzitten. Dus ik denk dat al eerder de reden is. En de mensen zien weer dat je er bent en dat is natuurlijk altijd goed. Ja. Uitstekend. Ik wens u goede zaken verder. Dankjewel. Bedankt. Dankjewel. Gaat u oliebollen eten? Nee, oliebollen niet. Wel appelflappen. Vindt u lekker? Ja, ik hou niet van oliebollen. En jij? Ik allemaal. Allebei. Je eet het allemaal? Ja, ik vind het allemaal wel lekker. En veel? Hoeveel? Of je er veel eet? Twee van elke. Twee van elke? Oh, dat gaat nog. Dat gaat nog steeds. Hebt u gisteren naar Jinek gekeken? Een klein stukje. Over die oliebollentest. Ja, dat vond ik echt belachelijk. Wat vond u belachelijk? Nou, dat ze die mensen zo afzeiken wat ze zeggen. Ja, ik vind het hoort niet. Nee, want het zijn over het algemeen goedwillende ondernemers. Ja, het zijn toch hardwerkende mensen. Ja, en die proberen ook een graantje mee te pikken in deze periode. Dus u trekt zich daar niet zoveel van aan? Nee. Absoluut niet. Nee. Misschien wel verstandig, hè? Ja, ik vind het gewoon oneerlijk. Ja. He, op daarom op af te gaan. Nee, ik doe daar niet aan mee. Oké. Ja? Ik dank u voor uw mening. Tot uw dienst. En een prettige dagen. Dank u wel. U ook, hè? Dank u. U staat hier zo met die mooie hond. Gaat u oliebollen eten, meneer? Nee. Wel volgende week. Ja. Maar met de kerstdagen niet. Nee, oké. Ook niet zoals nu in zo'n moment dat u denkt... Dat heb ik al gedaan, Jan. Ja? Ja, dan ben ik het weer even zat en dan gaan we volgende week weer verder. Oké. Heeft u toevallig gisteravond Jinek gezien? Nee. Oké, dat ging over de oliebollentest en die werd eigenlijk een beetje afgekraakt. Dat die ondernemers die doen hun best en dan komen ze in die krant en dan op grond van één oliebol worden ze de grond in... Net als met de groene haring. Ja, eigenlijk wel. Ja, precies hetzelfde.
Jij vindt een haring lekker en iemand van de krant die gaat dat testen en die vindt het niet lekker en die zet het in de krant. Ja, en je bent daar toch ergens gevoelig voor. Ja, misschien wel, maar smaken verschillen. Bij de ene is dat lekker en bij de andere is dat lekker. Ja. Ik heb zelfs iemand ooit ontmoet en die zei van, ik laat mijn oliebollen lekker rauw van binnen. Oh. Nou, dat is helemaal niet zo. Nee. Okay. En dan kijk ik even naar uw hond, wat een prachtige hond is dat. Ja. Wat voor hond is dat? Een cocker spaniel. Een cocker spaniel, een bruine. Een Engelse, ja, dat zijn rode. Ja. En dat zijn de drukste. Oké, en wordt hij, op het moment is die lekker rustig, toch? Ja, nu wel, maar als daar een vrouwtje komt, dan is Bingo. Oké, en het beestje is nog jong, denk ik? 3 jaar. 3 jaar. En tussen wordt ook niet groter dan zo? Nee, ze is klein van formaat. Oké. Ja. Ik wens u fijne feestdagen. Jullie ook en bedankt. Oké.